Nou ja, we hadden het natuurlijk ook wel eens gewoon over politiek. En als het over politiek ging, dan ging het natuurlijk vanzelf altijd over vluchtelingen. Want daar gaat het altijd over. En als het over vluchtelingen ging, dan zei Peter altijd... jongen, dan gezeik met die vluchtelingen. Die mensen die komen met allemaal die kleine kutbootjes deze kant op. Daar komt er toch in één met de groene draak aanzeilen, Joep. We moeten gewoon een beetje aardig tegen die mensen zijn. Die mensen hebben helemaal niks meer. En die mensen moeten wij gewoon een beetje opvangen. Ja goed, en ze moeten een beetje integreren. Ik zei, ja, maar hoe moeten we dat dan doen? En ze zei, nou, we moeten gewoon een keer de rijdende rechter in Aleppo opnemen. Weet je? Nou, mij lijkt dat ook wel wat, hoor. En dan denk ik vooral aan die oude rijdende rechter, hè. Met die aanstellerige hoed van Memphis Depay op zijn haarsens, weet je wel. Dat die dan zo door dat Aleppo loopt. En dat hij dan tegen zo'n tulband zegt... en hier stond uw moskee. Dat is toch humor, jongens? En je kan het met een ander programma opnemen. Help mijn man eens klussen. Hè? Ja. En ik vertrek. Weet je, dat is trouwens helemaal mijn programma. Hè? Kent u dat? Ik vertrek. Dat is geen PVV-programma, want het gaat over gelukszoekers die de grens overgaan. Nou, laat maar. Maar goed, in elk geval... Nee, maar Ik Vertrek is echt een fantastisch programma. Dat zijn er van die mensen, die zijn een beetje mislukt in Nederland. En dat zijn er van die losers, Jezus, man. Oh. En die komen dan in beeld en denk je, ach, ze bestaan echt, weet je. Oh. Als je dat dan ziet, hij is dan zo'n kraandrijver uit Alfa aan de Rijn, zou ik maar zeggen, weet je wel. En, ja, leuke avond. En zij is dan zo'n schoonheidsspecialiste zonder spiegel thuis, weet je. En die beginnen dan met z'n tweeën een camping in Roemenië. Ja, je verzint het niet, man. En dan gaan ze naar Roemenië en dan komen ze Roemenië binnen. En die Roemenen komen net met z'n allen onze kant uit. En die zeggen dan tegen de tegen, maar wat gaan jullie doen? Camping beginnen. Succes. Nou, en dan hebben ze daar een of ander zompig weiland. En dat moet dan de camping worden. En midden in het weiland staat een of ander vermolmd schuurtje. En dat moet dan het hart van de camping worden. He, dus zowel de play als de receptie, dat maakt nooit zoveel uit bij een camping. En dat moet dan verbouwd worden en dat lukt dan niet. En dan wordt er een of andere schele schoonvader ingevlogen, man. Jezus. Zo'n lul met twee linkerhanden die er niks van bakt. En uiteindelijk huren ze een plaatselijke Malavida aannemer in. Hoewel Malavida aannemer is een pleonasme. En er zit hier nu een aannemer. Wat is een pleonasme? Maar de andere en dan is uiteindelijk... Dat is uiteindelijk. Is die camping klaar en dan gaat het regenen en er komt geen hond. Het is toptelevisie, man. En Peter zei tegen mij, Joep, je moet er naar kijken, want het is troost-tv. Zeg, wat bedoel je ermee? Zegt hij, nou, je kijkt ernaar, je denkt, met mij gaat kut, maar het kan erger. Dat is leuk. Hij had nog zo'n programma waar ik naar moest kijken. En dat programma, dat is er niet meer. Maar ik moet het toch even noemen, want het was echt te grappig. Dat was van de EO, dus sowieso al om te lachen. En dat ging over mensen met een mislukt huwelijk. Nou, wie heeft dat niet? Vingers. Dan moet je niet opzij gaan zitten kijken, vriend. Hallo. Dat weet zij al, hoor, dat dat zo is. Ja? U kunt gaan ademen, hoor. Ik heb hier twee vrijwilligers, geloof ik. Ja. Nee, maar goed. En dan had je van die mensen met een mislukt huwelijk. En die kregen dan namens de EO kregen die een zekere Baske en Toos op bezoek. Jezus, man. En die kwamen dan bij die mensen op bezoek. En dan hadden er een paar weken, twee weken geloof ik, camera's bij die mensen in huis gehangen. En die mensen waren 14 dagen opgenomen. Terwijl als je die mensen zag, dacht je, die moeten veel langer opgenomen. Ja. Het was echt zo'n stel, dat was afgekeurd voor ik vertrek, zou ik maar zeggen. Weet je, nou goed. En dan zag je die mensen, dan gingen ze beelden terugkijken, zag je die mensen ruzie maken. Dus die waren ook niet helemaal lekker. Ik bedoel, als je nou toch weet dat er een camera in je huis hangt, dan ga je daar toch geen ruzie maken of ligt dat aan mij? Hallo? Nee, als ik zou weten dat er bij mij een camera hing, dan denk ik, nou, ik trek die sloerie wel even mee naar het schuurtje, toch? Hè? Ja. En dan maak ik er daar even uit van vuile tyfushoer, godverdamme. En dan krijgen ze daar even een paar peuten voor de muil, ja. Cursus geweest bij Camille Eurlings, je hoeft mij niks te leren, hè? Ja. Jos Verstappen kon niet, hè? Ja. Wat wordt er godverdomme gebeukt in die provincie, hè? Maar goed, ander verhaal. Maar goed, zag je die mensen dus ruzie maken. En zeiden die Baske en die Toos, die zeiden dan tegen het echtpaar... ruzie maken mag niet. Zeiden het echtpaar, maar mag niet. Nee, mag niet. Niet meer doen. En zeiden het echtpaar, nee, niet meer doen. En dan was het opgelost.
En dan was dat wel geestig. Dat programma eindigde altijd hetzelfde. Dat heet dan het format. En dan moest het een beetje optimistisch eindigen. En dan zag je die Bask en die Toos, die kwamen dan met die mensen zo'n lullige Finex-woning uit. En die hadden dan een optimistisch praatje. En dan zei Baske van, nou, ik geloof dat het vanaf nu heel goed gaat, hoor, het huwelijk. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het beste huwelijk uit de hele straat is. Ja, dat denk ik ook. Misschien hangen ze nu al te neuken in de lamp. Ja, je weet het niet. Of misschien staat hij haar bek wel vol te pissen. Je weet het niet, ja. Je wilt toch je vrouw paaien, weet je, dat soort dingen. Nou goed, en dan op de hoek werden ze opgewacht door die andere glibber van de EO, die Bertje van Leeuwen. Kent u die? Teflon Bertje noemen wij die thuis, Jezus. En die zijn altijd, Bask en Toos, is het allemaal goed gegaan? Zei die, ja, Bertje, het is goed gegaan. En zei die, godverdomme! En ik had ze net die limo in willen trekken. Kent u de limo van het familiediner? Ik praat u even bij. Dat is een programma, ook van de EO, en dat gaat over familieruzie. En daar komen altijd mensen in beeld, en dan moet je dat dan goed uitleggen. Dat wordt vaak opgenomen op de Bible Belt. En dan zie je van die mensen die op zondag nooit naar buiten mogen, maar je ziet meteen wat ze in die tijd wel gedaan hebben. Elkaar verwekt. En wat hoor ik nou? Oh, in Amsterdam? Flikker eens op, man. Sta je toch niet in het dorpshuis van Barneveld? Dan er eens op, hé. Godverdomme. Je weet wel wat ik bedoel, gewoon zo'n incestkop. Nou ja, gewoon zo'n kop dat je denkt, jongens, pleur daar eens een boerka overheen, ja? Nou, dit komt niet meer goed. Maar goed, maakt niet uit. En dan zag je die mensen, dan zat er zo'n vrouw. En zo'n vrouw die al 25 jaar niet met haar schoondochter praat. En dan werd tegen die vrouw gezegd, u praat al 25 jaar niet met uw schoondochter. En zei die vrouw, nee. En waarom niet? Omdat het heel erg is wat er is gebeurd. Wat zegt u? Omdat het heel erg is wat er is gebeurd. Vind ik ondertiteld, hè? En wat is er dan gebeurd? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Wat zegt u? Dat kan ik niet uitleggen. Nou goed, en dan begon die Bertje, die begon te slijmen en te masseren en te vingeren en nou ja, gereformeerd, hè? Alleen het pinkje. En dan zei die vrouw uiteindelijk van, oké, ik wil het wel vertellen, maar alleen aan u. En dan zei die Bert, wat is er nou precies gebeurd? En zei die vrouw, ja, ze sneden plakken ham te dik met de meloen.